zijn het EBF vlogteam. Ik ben Marten. Ik ben Meerte. En ik ben Isa. En vandaag gaan we op bezoek bij TKP. Misschien kennen sommigen van jullie dit bedrijf al. Maar vandaag gaan wij jullie alles vertellen over TKP en werken bij TKP. Dus ga met ons mee. We zijn vandaag in Groningen en we gaan nu naar binnen naar Ruud, die onze rondleiding zal geven van TKP. Wat onderscheidt TKP nou eigenlijk van andere organisaties? Goeie vraag. Als je naar deze gebouwen kijkt, dan moet je beseffen dat hier dus zo'n 4 miljoen Nederlanders hun pensioen geregeld wordt. Okay. Daarmee onderscheiden we ons ook met andere organisaties, want nergens in Nederland is een organisatie die zoveel data behandelt en beheert en beweert. Maar daar stopt onze ambitie niet. Want wat we uiteindelijk willen is een digitale pensioenomgeving waarmee je eigenlijk op één druk van de knop, zoals je gewend bent om naar je banksaldo te kijken, dat je dan ook gewoon je pensioenoverzicht ziet. Oké, interessant. Ja. En hoe onderscheidt TKP zich om een aantrekkelijke werkplek te vormen? Ja, wij bieden als TKP dus alle ruimte voor eigen delen, want dat is belangrijk. Want daarmee kom je verder, kom je nieuwe dingen tegen en we vinden het goed en fijn als een nieuwe medewerker bijvoorbeeld nog lef en initiatief toont. Niet afwachten, want er is alle ruimte namelijk om allerlei nieuwe dingen te doen. Wij zijn nu bij het bedrijfsrestaurant en op de maandag is het hier Meatless Monday. Dat betekent dus dat er geen vlees geserveerd wordt. Hier is het mooie dakkas van TKP en zoals je kan zien loopt hij helemaal rond. En wat krijgen we? Een fantastisch uitzicht van Groningen. Je kan hier ook lekker in je pauze gaan zitten als je dat wil en je lunch eten bijvoorbeeld. Ben jij nou geïnteresseerd? Kijk dan even naar de startersvacatures op de site van TKP. Let wel op, de voertaal is Nederlands. De internationals zijn welkom, maar de communicatie is in het Nederlands. In de volgende video hebben we een interview met Gert-Jan en Willem. Dus ben je nou geïnteresseerd in hoe medewerkers TKP ervaren? Kijk dan even de volgende video. Thank you.